Een ander fenomeen wat we vaak zien in onze organisatie is onwettig verzuim. En daarvoor hebben we eigenlijk dit jaar ongeveer 27, niet ongeveer, 27 mensen ontslagen. We hebben een regel dat mensen die langer dan twee maanden onwettig afwezig zijn, dat ze dat niet horen in onze organisatie. We nemen wel alle zorgvuldigheid in acht. We gaan ze opzoeken. We vragen ze om te verweren. We proberen eerst met een gesprek mensen tot andere gedachten te brengen. Maar als het niet lukt, dan is er geen excuus en dan moet je exit. Dus dit jaar hebben we 27 militairen ontslagen. Overigens hebben we 129 mensen zijn ook uitgestroomd, maar dan niet oneervol, maar eervol. Een deel, 94, is eigenlijk met pensioen gegaan en 34 zijn eigenlijk op eigen verzoek ontslagen. Dus we hebben een redelijk grote uitstroom uit onze organisatie. Maar dat vinden we op zich niet slecht, omdat we bezig zijn te kijken hoe we de personeelskosten omlaag kunnen drukken, waardoor de ruimte ontstaat op de begroting om andere aspecten van onze bedrijfsvoering te doen.